hip-hop in je smol. In je smol. Hip-hop, hip-hop in je smol. 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 We chillen nu in het park vlakbij het festivalterrein van Boogie Down Breda. We zijn dus ook in Breda voor een gratis festival in de zon. Het wordt vandaag ongeveer 25 graden of warmer, dus het belooft dat. Verder wat ook heel veel belovend is, is de line-up van vandaag. We zien heel veel Nederlandse acts, Nederlandse hip-hop scene is goed aanwezig. En we hebben natuurlijk de veelbelovende afsluiters. Nou, heel erg bekende afsluiters, Master Ace en Camp Low. Het is oké, je vraagt om een gunst, geen probleem, nee. Ik raak de code rood als de dronken horen van mijn opa. Te veel gefeesten, ja, vertraging voor mijn diploma. Ik heb de toen bij me, mijn vlekken dik als olie, praktijken in Dubai. Check de timing, doe maar je borrel en een flesje Heineken. Blijf je moet al rijden, ik heb een rijbewijs, maar eerst maar even kijken. Ik ben klaar, kom maar halen, veeg me aan. Want ik kan niet stoppen met shits, droppen. Ja, ik kan niet stoppen met shits, droppen. In hoeverre beïnvloedt dat jouw werk op dit moment? Ja, niet eigenlijk. Het is alleen, het werkt heel goed samen. Ik doe Academie voor Popcultuur, een HBO-opleiding in Leeuwarden. En ik krijg gewoon een hele hoop begeleiding vanuit daar, zeg maar. En er is gewoon een hele hoop ruimte voor alles wat ik graag wil doen. Als ik het maar kan verantwoorden en vervolgens koppel aan een competentie, dan is het allemaal wel goed. Ik zal je zeggen hoe het zit lekker. Alsof ik met mijn reden in de hang wat hang. Ik kan van een vroeger al geen fokken op mijn achtervang. Nu klagen ze tegen mij, zeggen ze ik ben oude gast. Kom voor het veervoor, want ze hebben het niet in de hand. Vorig jaar mijn EP gereleased en ik ben weer met een nieuw album bezig. Vorig jaar druk geweest met Kiteman, maar ja, nu weer solo werk. Je hebt er zin in. Het is bijna even leuk als optreden met Skeegee Raps. Ik doe bijvoorbeeld weer het nieuwe album van Dex. En ik heb zijn vorige twee albums heb ik ook gedaan. Ik doe bijvoorbeeld ook het album van de singer-songwriter Evie, die nu de Grote Prijs van Nederland heeft gewonnen. En ik heb samen met een vriend van mij een productiebedrijf en doe heel veel producties voor allerlei mensen. Ik zong naar Olé Olé Scheid en Willem II. Dat is wel in de heat of the moment, dat hoor ik eigenlijk niet te doen. Dat doe ik als ik anoniem in het stadion zo sta, maar het is zo gebeurd. Maar ja, ik profileer NAC duidelijk, omdat NAC is mijn voetbalclub en ik kom uit Breda. Dus ja, waarom niet, weet je. Ik stond dit jaar niet in een NAC-shirt, maar wel een NAC-vlag, je hebt het kunnen zien. En ik vind dat gewoon belangrijk. Ik vind het maatstaf, ik zag net Karim uit Eindhoven loopt in een PSV-shirt. Nou ja, cool toch? Ik bedoel, zo hoort dat gewoon, vind ik. Ik kom de afgelopen 3 jaar nu al naar Boogie Down. Ik ben ook met Jiggy geweest toen ik backups deed voor zijn shows. En het is hier altijd fucking hard, weet je. En ik kom zelf natuurlijk ook uit Brabant. Dus ik weet hoe de Brabantse publiek los kan gaan. Dus dat is master, weet je. En ja, sowieso dat we buiten de tour ook zulke dope shows nog kunnen doen, is super hard, weet je. Dat betekent dat we met onze muziek toch wel een leuke publiek kunnen bereiken en dat is gewoon best wel rewarding, zeg maar. Wat heel erg opvalt is dat het publiek eigenlijk meerapt en de tracks kent en met het album staat te zwaaien en dat valt mij op en dat ik heel veel dezelfde gezichten begin te zien in plaats van elke keer andere gezichten. Dat betekent ook gewoon dat je gewoon mensen hebt die altijd gewoon waar je ook maar staat komen kijken, dus dat is awesome. Thank you.
publiek, het reageerde niet zoals je misschien zou hebben verwacht van iemand die, die jouw achtergrond heeft, die de dingen heeft gedaan die jij hebt gedaan. Hoe kijk je er tegenaan? Oh, dat was alleen het begin. Dat had ik verwacht, omdat je een hele nieuwe generatie hebt die me niet kennen. Ook veel, er zijn er heel veel die me wel kennen, maar ook heel veel die me niet kennen. Maar dat was volgens mij na 2 of 3 songs wordt dat al snel opgelost. Dus ik heb daar geen probleem mee, want ik bedoel, zelfs ook al ken je mensen, dan nog moet je het wel afdwingen. Je kan niet automatisch verwachten van dat mensen je maar automatisch respect gaan geven, dat ze automatisch je show komen checken. Dus ik had daar geen probleem mee, want zijn we snel teruggekomen. We zitten hier met Hip Hop Is Smooth, Extinct, The Prince, Boogie Down Breda, 2010, was good. Was good. En met vloed, red en push, iedere dag van de top, de handen schatten die hoes. Overdrijven is een vak, maar toch, het is een vakman in de prop. Meest dappere rapper, dan dat er nog. Yo, sta met je voeten, klap in je handen. Maar elke riedel die ik zeg, raak ze de haters met de tanden. Van welke zin, elke zin, omdat ik telkens weer, ondanks mijn ongesporen kick out ben. Groot meester van Hollandia. Ik zit nu meer in de recordingfase, zeg maar. En ik ben eigenlijk zo van, weet je, ik wil eerst mijn nieuwe album uitbrengen voor ik weer op planken klim, zeg maar. Maar ik dacht van Boogie Down, weet je, een soort van monsterlijk festival. Wat ik had gehoord, dus ik dacht van let's do it, weet je. Ik zei tegen Easy D, ja maar let's do it. Dus toen heeft Easy D, die heeft me eigenlijk opgehoekt met DJ DNS. En zo geschieden, man. We hebben, zijn bij elkaar gekomen, een paar repetitietjes gedaan, weet je, omdat, ja... Weet je, ik heb vanaf 2001, zeg maar, heb ik tot en met 2008 toe heb ik met Code Red, DJ Code Red op het podium gestaan, Missing Link. Weet je, en nu sta ik eigenlijk met een soort van, weet je, meer in een soort van echte turntablist, weet je, op het podium. Dus was ook wel een soort van aangename switch, weet je, aangename change. Was wel dope. You were alone on stage. How did that feel for you? I mean, I've done it before. It's not my preference, because when I have somebody backing me up, I can give even more energy. I can really jump around a lot because I know that that person is going to help me out when I lose my breath. So the thing about being on stage alone is that you have to pace yourself a little bit more. So I had to kind of keep my energy level balanced. I couldn't do too much craziness, because then the next song I would have no breath and you wouldn't hear what I was saying. So while it was, you know, not a preferred situation to be, you know, alone, I always embrace a challenge. I like the idea that I came here not even knowing what show I was going to do and just figured it out and did it. I've been a VP of marketing and promotions, producer and arranger, what a range of emotions. And you guys have always been seen as people that have been ahead of the time of hip-hop was in, or at least the state hip-hop was in at that time. If you would have a view on the future of hip-hop, what would it be? I think it might rewind. Maybe I could be wrong. I think it may rewind back to what it once was, you know what I'm saying? Not to say that what it is right now is off, you know what I'm saying? Because it's party music, you know what I mean? But I think it may rewind, like the sound may get back to that feeling. Like me, honestly, I don't hear bangers anymore. Like a beat that you like, woo! Know what I'm saying? Everything is more singy and, you know what I mean? Couple clever lines and singing, you know what I mean? So, I don't know, maybe it get back to that bangers again, you know what I mean? Een zeer geslaagde editie van Boogie Down Breda. Laten we opgaan naar de 4e editie.